Goedenavond. Hartelijk welkom allemaal. Heerlijk zo'n avond, hè? Even heel iets anders dan te doen gebruikelijk. Als die uitnodiging van Kuit dan op je deurmat valt, dan worden we helemaal gelukkig. Fijn dat u ook allemaal bent gekomen. We hebben het oog naar herfst en winter gericht, uiteraard. Het is nog prachtig weer vandaag, dus we zijn allemaal nog wat zomers. Maar we moeten ons heel snel maar instellen op die wintercollectie. Want zo vroeg in het seizoen is hij zo mooi en bijna nooit meer na te leveren. Dus het moet ons niet om voorkomen dat we ernaast grijpen straks. Het is ook een hele kleurrijke collectie, moeilijk toe te lichten aan het begin. Maar ik weet zeker dat u het zult beamen straks, als we wat verder in onze show zijn. Maar het moet nog beginnen, dus zover is het nog lang niet. En wat we gaan doen, u weet het, we willen ook altijd nog een prijs weggeven. De wet zegt, dat mag je niet zomaar doen. We moeten dat wel tegenoverstellen. Nou, u gaat dan raden met uw kanskaart welk bedrag de kleding is die de gastmanneke draagt. En dan hebben we vaak al iemand zo uit het publiek geplukt. Maar tegenwoordig doen we het even anders. Wordt er toch al een dame, want helaas heren, ja, ik zie ze ook heel weinig eigenlijk. Maar ja, ik vind het eigenlijk gek, want die vallen altijd buiten de prijs. Het is toch altijd maar een lady die eruit geplukt wordt. Dat hebben ze vandaag ook gedaan. En ze zit hier al stralend tegenover mij. Dan moet ik toch nog even spieken op mijn kaartje, want ik was de voornaam vergeten. Want ze heeft zo'n mooie achternaam. Die vergeet je niet, hè? Dit is Bill Bloem. Nou, sta maar even op als je wilt, Bill. Dat is ze. Zo ziet ze er nu uit. En straks gaat zij in de metamorfose. Zij mag dan al een nieuwe collectie gaan dragen uit ons herfst- en winterprogramma. We gaan het dan raden voor hoeveel ze draagt, want het is nog lang niet zover. Je mag nog heel wat rondjes blijven zitten om te genieten. Nou, dat gaan we met z'n allen doen. En in die momenten waarop ze allemaal tegelijk op die symbolische catwalk komen, die zijn natuurlijk het allermooiste. Want dan zie je pas het kunnen erachter, het kunnen van de collectie, dat het zo mooi doorloopt. Het is geen rode draad aan het begin, maar een hele andere kleur. Geniet u mee, daar komen ze. Van jong tot oud, van groot tot klein, van dik tot dun, zeg ik wel eens, van man tot vrouw. En of je nou heel trendy bent ingesteld of heel klassiek, het is er gewoon bij Kuit. Wel nu, Spits wordt afgebeten door deze twee kanjers. We genieten van Margriet en Sandra. Margriet blond, nou dat moet onder dat andere baretje Sandra zitten. Overigens over de baretten gesproken en alle hoeden en mutsen die u in onze show gaat zien. Ze zijn weer zoals ze doen gebruikelijk elk seizoen uitgekozen door Marian. Haar collectie zien we op de hoofden. En aan de voeten zien we ook de allerliefste kleuren en lijnen. De fraaie collectie schoenmode van JR uit Geerenmuiden. Maar vandaag natuurlijk ook hier. Maar dan gaat het natuurlijk vooral om die kleding. Nou, dat kobaltblauw is van de Riepkoff, Jozef Riepkoff, één of tweedelig. En met Sandra zelfs gecombineerd met een plaatje van een leren jasje. Het is van BB, kort gezegd, oftewel Betty Barclay.
Ja, we zagen het al bij de opening. De kleuren worden snel aan elkaar doorgegeven. Het volgende duo, Annelies en Sue. Ook zij in die nieuwe kleurhoogte. En we gaan maar meteen van start met een greep uit ons programma Bansler. Want dat is zo mooi, seizoen na seizoen. Zo belangrijk en van zo'n grote klasse dat we dat zeker even op de catwalk willen zien. Kijkt u naar de zoomlijn van de mode van Basel, meestal knielang, de trend van dit seizoen. En ook hier aangepast met de nieuwste accessoires. Als het even kan, ook in een koolbad. En we klimmen voorzichtig een maatje op. En ook dan kunnen we stralend zijn. Juliette. En nog een Margriet. Juliette met de lange haren. En dan weet je natuurlijk dat onder dat bontjasje Margriet moet zitten. Juliette, ik begin bij jou. Het jasje met de uitgewerkte transparante details. Het is van Riepkoff. Klassiek is de pantalon, wat ruimer van beenlijn. En voor de koude winterdagen, en denkt u nou niet, het is nog zo ver weg die winter, ik wacht nog even met mijn mantel. Dat wil ik u nou eigenlijk juist zeggen, wacht niet te lang, want die collectie mantels is zo exclusief, ze vliegen de deur uit. En de kou slaat echt toe. Op deze valt van de schouders. En bekijken we de Basler set. Heel veel jasjes zijn kraagloos. Heel veel jasjes geven een knipoog naar de Chanel-stijl. Je zult het met me eens zijn later deze avond dat dat toch zeker belangrijk gaat worden de komende winter. Boffen, want hier is natuurlijk ook een fantastische mannenmode. Kunnen we het plaatje totaal maken? Hallo Sven en hallo Ron. Ja, dat komt even binnen. Ze houden van gils. Slank belijnde broeken. Slank belijnde colberts. En we noemen de combinaties vaak composé, drie delen, pantalon, gilet en colbert, maar allemaal net even anders van motief en vaak ook zelfs van materiaal. De nieuwste composés. En op de schoenen van onze heren, ze zijn uiteraard van Heer en geen muiden. Vooral greven hier dichtbij, maar heb ik het straks al gezien. Dat handwerk, ook dat is vertegenwoordigd. Wat missen mensen veel die niet van mode houden, zeg ik wel eens. Ook dit is weer een beeldschoon plaatje. De bouclé en de Chanel-stijl, het kraagloze jasje. Double-breasted, dus wel even gesloten dragen, want anders heb je te veel ruimte aan de voorkant. En ze combineren deze doorkomst met de Wild Animal Dessins. Ze blijven maar in de mode, soms een totaal print in de kleding, maar als je een sjaal hebt binnen handbereik,
op dan draag je dat steltje uit. Pantalons van Claudia Streeter, gestretched. Bondjes die eraf kunnen. En ook vaak bij de laarsjes zien we extra bevestiging met bondjes. Ze zijn los gekocht. Of bij ER natuurlijk. Ik zeg het er voor alle duidelijkheid maar bij. Moet ik de naam Kaasschieter ook even noemen? Dan weet u allemaal dat het over de brillen gaat. Zo hier en daar zien we er een in de show. De nieuwste klasse van Kaasschieter. En dan rond dit seizoen is de cape niet te versmaden. Ook die is weer terug van weg geweest. Classic. Zo, het dekgeleid van de schouders blijft over. Ik wil eigenlijk zeggen het mouwloze vest, een giletje. Het is wat dunner van kwaliteit, ideaal als bodywarmertje. Alhoewel, een warmer kunnen we er eigenlijk aflaten. Hij is alleen mooi om mee te pronken. De print zien we terug aan de andere kant. En let bij Sue op vooral op de accenten op haar rok. Hetzelfde motiefje vinden we heel sumier terug van blouse en bodywarmer. Prachtig. We gaan opnieuw naar dat wintermanteltje. En ik denk dat u het al jaren geleden ook al zag, dat het steeds korter van lengte wordt. De lange, warme wintermantels, de extreem lange, de maxi-mode, eigenlijk helemaal uit de tijd. De mantels zijn veel korter van lijn. We kunnen daardoor ook die fraaie rokjes combineren. En een lengte wat ook bijzonder oogt met de pantalon. We zien hier twee beeldschone voorbeelden uit de mooiste materialen. Het moet wel basis zijn. Komt de basis tevoorschijn? Het jasje uit meerdere materialen opgebouwd, dat zie je natuurlijk in de belichting al onmiddellijk. De tricots en de leerverwerking. De afwerking, ik wil er u op wijzen. Let op de teruggeslagen manchetten. Let op de kraagjes. Want daar hebben ze oog voor. De mensen achter Kuit. Die het toch maar allemaal voor u inkopen. Anders zouden wij het niet binnen handbereik hebben. De grote klasse, wederom van Basel. Ondeugend zien ze eruit, hè, onder die petten. Zo, een rondje sportief van de man. U weet het, het staat ook zo mooi in ons nieuwe logo, hè. Kuit, women and menswear. Stepcoat bij Ron. Een span in leer, leer van Trapper. En dat teddykraagje, dat kan eraf. Dus bent u dat even beu, dan kan het thuis blijven. Een hele grote keuze aan pantalons natuurlijk in de mannenmode op dit seizoen. Voor de vrije tijd, vaak in winterkarton, vaak in ripcord. Als het even kan, in de nieuwe, gemakkelijke basiskleur. Van
van Santen lees ik ook nog alles. Blijven we ook dol op. Ja, dan moeten we even naar de schoenen. Want kijk eens, als je lekker... Ja, hij is al bijna weg, want ik zag daar zo'n rood vetertje onderuit steken. Waar zijn jouw gekleurde veters gebleven, Ron? Had je toch ook straks? Oh, die heeft ze nu even... Ja, het is maar waar je voor kiest natuurlijk. Maar je mag opvallen in de schoenmode van je heer. Doe er dan eens te gekke veters in. Kan zomaar. Ja, pluim voor jou, Sven. Van de zomer meegenomen is de nieuwe modekleur geel. Als we dat zonnetje wat zouden missen. Heel bijzonder eigenlijk voor herfst en winter. De geel nuances. Ideaal voor de killere avonden straks of ochtenden. De breimode. Het is de nieuwste koolsjaal. Lekker rondom je schouders. En aan de andere kant ontdekken we een beelschoon jasje, een parka-achtige lijn. Let u op de zoom, er zit een tunneltje in zodat je hem nog extra kunt aansnoeren. O jee, ik zie nu die uitgaat dat hij ook nog met bonte gegarneerd is. Het is een greenstone, jawel. De koningin onder de mantels. En São Paulo, daar blijven we natuurlijk ook van houden. U loopt wel even rond in onze zaak. Etage hier, etage beneden. Het is maar net waar het merk te vinden is. En als het wat korter van lijn is, moet je natuurlijk het figuur en de benen ervoor hebben. Maar die mag je mooi aankleden, zoals we zien. Dat bondje trouwens, dat kon er ook nog uit. Helemaal in dit seizoen zijn de omslagdoeken en de capes. Dit is een variant daarop. Twee laags eigenlijk, maar dat zie je al in één oogopslag. Is er meer kleurtjes. En Sue de Greenstone. En let op de halfhoge laarsjes. Je kunt niet zonder dit seizoen. Van lekker stoer, suède en plat tot elegant gelakt. JR uit Genemuiden. Nou, die afstand die kunt u echt een leven overbruggen voor zo'n bijzondere mooie mode. En dat geel, dat is São Paulo. Swingend. Uitgewerkt, vest. En het gele jurkje is van Streeter. Claudia Streeter. Ach, het is veelomvattend, al die belangrijke modemerken. Maar u weet, ze zijn allemaal onder ditzelfde dak gehuisvest. Dus je hoeft er maar even te vragen na afloop. Duo zoekt het even niet in die gele kleur. Ik sta ervan te kijken. Ja, ik verwachtte jou nog helemaal niet. Hij kijkt me ook zo heel onschuldig aan of je wil zeggen. Nou, wees nou maar blij, want hier ben ik. Nou, ik ben heel blij met Jeroen. Een nieuwe tint pantalon. Ze vielen er allebei op. Kijk, en nu heeft hij wel die te gekke veters. Ja, we hadden het al lang gezien. Wat dat doet, hè, met zo'n klassieke veterschoen. Durf het nou maar eens om net even die veter anders te kiezen. We vinden heel veel grote merken, ook in de dames schoenen en laarzen.
Ach, het zou te veel omvattend zijn om die ook nog allemaal gaan te noemen. Maar mooi zijn ze. Voor de wat killere momenten, deze stoere uitwerking. De broeken zijn van Brooks en Paul & Shark. Nou, we zijn er al jaren en jaren blij mee. Blijf ons. En waarom? Omdat ik natuurlijk dacht dat er iets heel anders binnen zou komen. Ze lieten nog even op zich wachten, want ik zei al, zij kiezen niet voor geel. Jawel, ze kozen niet voor geel vanmorgen en vanmiddag, maar vanavond wel. En waarom? Omdat het heet van de naald is, zoals het heet. Het is net binnengekomen, nog niet geprijsd en nu al in de show. Nou, ladies, grote klasse. Structuren zijn er verwerkt. De hoge kol steekt de kop op. Het actuele ribcord. En als ik u verklap dat het Gerry Weber is, dan bent u nog veel blijer, denk ik. Want die laat heel veel combinaties toe. Eindeloos eigenlijk. De broek met de hoogwaterlijn en nog kleine omslagen ook. Trekt ook je aandacht vooral naar de halfhoge laars. Collectie Gerry Weber, spiksplinternieuw. Alles is natuurlijk nieuw. En dit is het laatste nieuw. Belangrijkste stijl-iconen ooit, Coco Chanel, die toch maar klaarspeelde om haar stijltje altijd actueel te houden. We zien nu weer dat de bijzondere pak, het is breimode, bouclé, maar zeker haar stempel, zeker haar belijning. Wat korter van lijn, vandaar dat de hele hoge laars er beeldschoon bij staan. Bij Sandra een piepklein vestje met bondje en ook dat bondje kan eraf. Een hele nieuwe kleur. Het neigt naar grijs, het neigt naar green. Het vestje met het bondje is van Mark. Als we aan rijke wintermode denken, dan denken we ook vaak aan de Levi-coats. Maar dat mag je soms ook tussen aanhalingstekens zetten. Fake wordt er wel eens gezegd. Nou, vind ik ook zo'n vervelend woord namaak al helemaal. Daarom zeggen we het oogt als een Levi, dit kleine vestje. Maar het prijsje is dan natuurlijk ook veel kleiner. Het jasje van Annelies is van Weber. Let u op het achterpand. Als een soort schootje is dat gedeelte er nog aangezet. Broeken van Gerry Weber, de zogenaamde Slim Style.
En heel verrassend glijden we naar een schitterende kleurenlijn. De nieuwe roze, de fuchsia's. Bruin, als u wellicht de aanstaande bruidsmoeder bent, dan mag u kiezen uit ons programma. Print of uni, heel mooi ton sur ton met die basis tops. En de rokken naar de klassieke stijl. Ruim knielang. En kijkt u even naar de pronkstukken op de hoofden. De mooie hoedencollectie van Marjan. Die vragen om weer totale andere aankleding in de vrije tijd. Hebben we een grote collectie boeken en de mooiste pullovers. Maar de mannen die zakelijk succes binnen willen halen, gaan strak in het pak. Nou, wij hebben ze voor dit seizoen. De kostuums van Wrestler of de composé van Roy Robson. En het is maar welk beroep je hebt, of er echt staat op gemaakt wordt dat we de das dragen, of nonchalant het bordje open, maar dan wel een overhemd in een schitterende kwaliteit. Klasse mannenmode. Kuit man. Want we zijn erg kleurrijk. De belangrijke accessoires, zoals deze hele grote sjaal, we kennen hem eigenlijk al wel. De mooie, rijke prins. Hij siert deze beeldschone wintermantel. Hij is van Fendt, Erich Fendt. En de tegenhanger aan de andere kant, een klein jasje, op een speciale manier gesloten, heel vrouwelijk. Het is van Mark en het is ongevoerd. En als je ze zo binnen ziet komen, dit tweetal, dan zou je echt niet bevroeden dat ze exact hetzelfde jurkje dragen als basis. Nou, ze pakken even uit en u ziet dat dan overduidelijk. De japon is zeker hoog genoteerd, ook voor de winter. De nieuwe halslijn, de driekwart mouwtjes en een hele vrouwelijke coupe. De jasjes van, of de jurkjes van Geri Weber. Wel een hele extravagante zonnebril van Kaas Schieter. Hij staat hier schitterend zo. Maar ik denk dat onze aandacht vooral al uitgegaan was naar die kleuren, zwart-wit, die hanenpoten. Die pied de poules en pied de cox. We hebben een aantal jasjes uit die serie.
totaal verschillend gesneden. Het basisjurkje aan deze kant is van Claudia Streeter, een tricot kwaliteit. En het zwart-wit, oftewel die typische hanenpoot, is van BB, Betty Barclay. En de tassen die zich zo beeldschoon aanpassen aan de schoenmode. Nou, ik moet me van het hart dat het van top tot teen goed zit. Eerst even naar dat mooie jasje. Lekker stoer, sportief uitgewerkt. Het is van Milo. Behagelijk warm. En die basiskleuren die eigenlijk over alles gedragen kunnen worden. Zo kan dat natuurlijk ook met de witte bodywarmer. Fancy Touch is het piepkleine bondje aan de halslijn. Uit de collectie Faber. En als het jasje bij Margriet uitgaat, dadelijk, dat stoere, dan zien we dat er daar ook een gilet of een bodywarmer gedragen is. Ook uit dezelfde collectie Faber, maar van een heel ander kunnen. Alweer een hanenpootje hier en een perenpoeltje daar. En zelfs de hoge kol die er aan vast zit. Ook alle bijoux die u ziet, hebben wij in eigen beheer. Beneden vinden we een schitterende collectie. Sta er even bij stil, het maakt uw nieuwe aanwinst nog mooier. We vinden het eigenlijk maar heel gewoon als onze pantoffels met bont gevoerd zijn, hè? En onze winterlaarzen met bont gevoerd zijn. Maar de mannen, ze zijn altijd wel stoer, maar ook die kunnen natuurlijk kou lijden. JR Schoenen heeft gelukkig de oplossing voor die mannen. Deze laarsjes stoer met bont gevoerd. En hoe zit het, jongens? Dit is van Stonecast. En we hebben ook heel mooie winterse pullovers, waar je natuurlijk nog zo mee naar buiten kunt nu. En ze hebben het gemakkelijk, de mannen, want de overhemden wegstoppen in de pantalon, dat hoeft meestal ook al niet meer. Want je mag net een randje laten zien. De jeans van Pierre Cardin. Ja, Wil, heel vervelend voor jou, maar nu moet je van de stoel. Want anders dan lukt het niet om helemaal in het nieuw te verschijnen. We klappen je even naar de kleedkamer. Succes. Onze gastmannen. Later gaan we ze bewonderen. Maar wij gaan ondertussen door met de show, dus een klein stukje moeten ze missen. Helaas, het is niet anders. Daar is Madame Chanel weer.
Want ook zo kenmerkend aan haar jasjes en aan haar mode waren die franjes. En dit jasje heeft ze dan ook helemaal rondom, tot zelfs de mouwen aan toe. Josephine & Co. Sandra in Subaru. Een stoer jack met epauletjes. Een mooie donkerblauwe suède kleur, maar zij draagt heel veel lagen over elkaar. Let maar eens goed op, als het jasje uitgaat, dan blijft het knopje over. En daar zit een fraaie witte blouse onder. En daar zit nog weer een streepje onder, als alles in dezelfde kleurenthema's is gekozen. Dan is het plaatje compleet. Overigens, het spierwitte kraagje maakt de mode nog mooier. Hebben hele mooie witte overhemdblouses en vrolijke roesjes en strookjes. Knopjes en streepjes van oei. Jongen, de hoge laarzen. Heel mooi. De bruine kleuren, de nuances. Van hoog tot hoger. Het bondje afneembaar bij dit pak. En de lemmicoat. Die is weer betaalbaar. Dan weet u genoeg. Hij is van Beaumont. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de wintercollectie heel vrouwelijk is. Of je het nou romantisch doet met een mantelpak, of stoer, maar vrouwelijk blijft het. Een volumineuze pullover met een hele ruime zooglijn. Hij is van Mark. En de pantalon is van Cambio. Beter is er eigenlijk al niet. Mantel. Ik schrijf hem nog even met hoofdletters, omdat hij zo belangrijk is. We hebben zo vroeg in het seizoen natuurlijk een prachtige collectie in huis. Ook dit zijn topmodellen. Ze zijn ietsje ruimer in de zoom, kleden daardoor bijzonder slank af. Je mag niet spreken van een A-lijn, daar is de zoom te smal voor, maar toch, het neigt daarnaar. Is er in meer kleurtjes, want u ziet het, de modelletjes zijn identiek. Het rugstuk, de grote opgezette zakken en die typische lengte. De nieuwste coats van Basler. En voordat we naar die basis gaan, nog even naar de schoenen. Want de laarzen zijn vaak plat van hak en zool, maar de schoen is elegant. En als je dan denkt, nou ik kan absoluut niet lopen op die hele hoge pinhakken, dan kiezen we voor deze elegante. Bekijk de voeten van Juliette. Met een gemakkelijke hak, maar toch een hele elegante schoen. En gaat het wel, dan landen we mee met Margriet. Met deze pumps, ook in de blauw nuance. Want haar ensemble is in een nachtblauwe kleur gekozen. Jurk met jas. Ook weer de typische lijn, ziet u? De ronde halslijn. En de nieuwe lente.
het hokje in een vloerstructuur. Klassen in het Webel Basler. Ja, ook een uitgebreide collectie in onze menswear. Niet alleen de mooiste kostuums, maar ook de combinaties. U herkent ze natuurlijk onmiddellijk. Het colbert, wat bij heel veel andere broeken gedragen zou kunnen worden. De pantalons, waar weer heel veel andere jasjes bij zouden staan. We hebben moeten kiezen. De keuze is gevallen op dit slank beleid colbertje met elleboogdetails. Het is een ribcord van Gils. En hij heeft zelfs de veterschoenen in blauw. Yeah. Is dat niet te gek? Het ruitje is van Dressler. En we combineren bij deze jassen en broeken de pullovers, de klassiekers, de V-halsjes. Ze zijn er te kust en te keur, van dun tot grof gebreid. In allerlei kleuren. De stepcoat, de gewatteerde. Ze zijn vaak met veertjes of met dons gevuld, zijn daardoor veel licht en natuurlijk lekker warm komende seizoen. Let ook weer op de bondjes die zo even nonchalant om de hals hangen. Het zijn allemaal apart geprijsde, belangrijke accessoires. Stepcoat van Fiore. En dan gaan we nog even terug naar die wilde dierenprins. Daar krijg je nooit genoeg van. Ze zijn er in vele merken. En een prachtig voorbeeld bij Sandra. Kijk naar dit plaatje, de tweedeler. Het rokje, heel belangrijk verwerkt. Met de volants. Een mix van materialen bij beide. Vanzelfsprekend komen ze dan ook uit dezelfde collectie. En wel die van São Paulo. De greenstone, bijna knielang, met een tunnelzoom en kleine gesmokte details. Een ideale basiskleur, dan loop je weer weg met zo'n greenstone. Annelies in leer. En dit jasje heeft een fraaie verwerking in de rug. Het oogt of er nog een extra ceintuurtje zit, maar het is één geheel, dus dat zit altijd goed. Het is een jasje van Weber, Gerry Weber. En we breiden nog even uit die van het Animal Dessins. Er zijn niet alleen pakken van, maar ook beeldschone jurkjes met draperietjes. De nieuwste tuniekachtige pullovers. De nieuwste halslijnen. En dan zie je nog eens extra goed dat woordenbijzoek. En de elegante luisjes met de hakken of de stoere wanneer je een pantalon draagt. Die ook tot de enkellijn gerekend mogen worden.
weer even incognito, lijkt het, hè? Door de optiek van kaalschieten. En soms is het maar een eenvoudig sjaaltje, als het voorschrift is, wilde dierentekeningen. En als u een exclusieve pantalon zoekt en u wilt nou eens niet het oude vertrouwde zwart, het camel of het marine blauw, ga dan eens voor dit model. Het heeft niet alleen een prachtige print, maar het is ook weer de snit van cambio. Een twin set bij Juliette. En u ziet wat Sao Paulo daarmee durft. Prachtig afgewerkt. En niet alleen het vest is mooi, maar ook die asymmetrie bij de pullover. Coquet kort leren jasje. BB Betty Barclay. Ja, dat moet natuurlijk wel even door de fotograaf worden vastgelegd. Ondertussen praat ik u even bij over hun kleding, want die hoeden stelen de show, dat zie ik wel. Het is een zogenaamde buitenvest bij Sven. Met zijn garneurbroek. Ja, en Ron, over jou kan ik het eigenlijk nauwelijks hebben, want dit is te mooi om toe te lichten. Let u eens even op die onderkraag bij hem. Ripcord broek, Hilton. Sportieve schoenen, JR. En dan komt ze, hopen we. Wilt bij je er? Ja, ze is er. Een warm applaus voor ontvangingen. Hier is Wilbroek. Zo. Kleurrijker misschien dan ooit. Ja, en dan moeten we allemaal onze kanskaarten erbij halen. Want prijzen winnen willen we natuurlijk allemaal. Ja, wil de nodige rondjes draaien. Je weet het. Want we moeten je nauwkeuriger bekijken. Van voor, van achter, van onder en van boven. Dan gaan we raden voor hoeveel ze draagt. En het gaat om drie delen die belangrijk zijn bij onze gastmannequin. En dat is het jasje van Attitude. Het is een menging met wol. Een hele mooie, dunne kwaliteit. De pantalon is van Herman Lange. En ook de top is uit diezelfde collectie Lange. Dus het gaat om drie delen. Het jasje van Attitude, de pantalon van Lange en de top van diezelfde Lange. Die drie prijzen tellen we bij elkaar op. We laten de tas achterwege, de schoenen achterwege, de bijoux. Alleen die drie delen, het jasje, de pantalon en de top. Samen 475, samen 575 of samen 675. A, B of C. Moeilijk altijd, hè? Ik zie u al zuchten. Ja, en ze zitten er weer, hè? Want ik ga altijd stiekem voorzeggen, eigenlijk, maar dat mag niet. Ja, ik heb gemakkelijk praten, want ik heb het hier op mijn kaartje staan natuurlijk.
Dus waarom zou ik u niet een heel klein beetje op weg helpen? En ondertussen, wat dan verlossing natuurlijk ook wil, want u moet alles maar... Ja, nee, dat is helemaal niet wil, want de meesten hebben de kaarten dan niet ingevuld. Uw naam en adres, staan die er wel op? Want anders dan gaat het naar de verkeerde misschien straks. A, B of C? Ik heb het al vaker stiekem gezegd, geloof ik. Ik zou maar de gulden middenweg kiezen. Zit je altijd goed. Ja? Zijn we er klaar mee? Denk het wel, hè? Dankjewel. Een overweldigend applaus voor Bill Bloem. En ze krijgt nog een beeldschoon boeket ook. Past helemaal bij je naam, Bill. Zo hard dat ik er namelijk boven uitkom, daar doe ik het zwijgen toe, want we gaan uit. En dan is de muziek altijd hard, hè? Als je uitgaat. Zo? Collectie feestmode. Een schitterende tweedeler. Two colors. Met het kleine bolerootje. Het is van de hand van Riepkoff, Jozef Riepkoff uit onze feestmode. En je zult het echt niet verwachten, maar in dit plaatje van een jurk, of shoulderlijn, zien we in het label een hele eenvoudige naam. Juffrouw Jansen. Ja, we hebben nog meer feestgangers, ook in uni of in print, als het maar met zwart van doen heeft. Het jurkje bij Zo heeft die watervalhalslijn. Er komt ook een glinstertje aan te pas. Het is van São Paulo. En dwalen onze blikken naar Annelies, dan zien we bij haar een jurkje voor vele momenten geschikt als basis allerlei draperietjes. Ook een greep uit onze collectie Juffrouw Jansen. Chique lakschoenen en pumps. De mooiste hoeden. Ja, over de mooiste hoeden gesproken, deze zijn alweer totaal anders natuurlijk. Onthoudt u de naam Marjan of maakt u de afspraak alvast als u binnenkort dat feest heeft, want dan zit het van top tot teen goed. Op DR is hier, dus dat kan onmiddellijk gebeuren. En dan die basis. Frank Leiman, meerdeler, Juliette. En we hadden de stijl van Riepkoff al herkend toen Margriet binnenkwam. Die typische pantalon, een basistop en een klein bolerootje. Drie feestelijke delen. Kuit feestmode. Ja, nou dat
feest gaan onze heren natuurlijk ook op chic. Begin bij Ron en zijn kostuum. Het is van Gils. We hebben een hele mooie collectie van Gils in huis. U ziet het nog even op zijn mouw. Dat label gaat eraf natuurlijk als u straks mocht kopen. Maar even als geheugensteuntje nu. Het is een beeldschoon shirt in black, dus ton sur ton, van John Miller. En een jasje in fluweel, als dat dan altijd uw hartewens was, het is er dit seizoen. Het Colbert van Nicoelle. Ja, dan concentreren we ons op een moment waarbij we ze allemaal weer tegelijk naar beneden roepen. U begrijpt het. De finale. Ja, zijn we bijna toe aan het einde, maar ik heb wel de hele tijd het hoogste woord gehad, maar het slotwoord, dat heb ik niet. En ik denk al, wie zal er naar voren komen? Ja, daar is hij. Remco de Vries. Ja, dankjewel. Dames, mag ik ook een applaus voor onze leespieker van vanavond, Maria Bassen, heel bekend in het vrouwsgezicht in Nederland. En we zien daar misschien daarachter de man achter de muziek. Van het bureau Visage, dames en heren, ook een applaus voor Jan Harmsen. Ja, het is feest. Ik wil ook bedanken natuurlijk de dames die deze show hebben mogen gemaakt. Hier in het team in Konijkenbroek. En u kent natuurlijk het management hier. En ik wil ze heel graag even naar voren als het mag. Ze staan erachter. Dames, Rien, kom er even bij. Kunnen jullie ook in het zonnetje zetten? Herma, bedrijfsleider Herma, dankjewel. Applausje voor jou. Daar komt Henny van de Kent en Rien van de Heerafdeling. Kom erbij. Super, kom er even bij. Dankjewel. Nou, het is zo, u kent natuurlijk al Kuit. Kuit Koninkrijkenbroek en Kuit Barneveld. Het heet eigenlijk Kuit Exclusief. Maar zoals u heeft gezien, heeft het een restyling gekregen. Het heet nu Kuit Women and Menswear. Iets moderner. We hebben een nieuw jasje van gemaakt in Goten. Het is ook zo dat we eigenlijk al enige jaren eigenaar zijn van een vestiging in Hogeveen, Epe en Emmen. Die hadden allemaal een andere naam, familiebedrijven, maar die hebben we nu ook Kuit genoemd. Dus Kuit heeft nu opeens 5 vestigingen en daar zijn we heel trots op. Dus voor ons is het eigenlijk extra feest. En ik zou willen vragen, maken we ons ook nog een feestelijke avond van? We hebben een lekker hapje en drankje voor u. Ga lekker naar beneden en dan ben ik straks bij u terug voor de uitreiking van de quiz. Dank u wel, een hele fijne avond bij Kuit, Women and Menswear. Dank u wel. Ja, u mag het nog in. Ik zou het wel even. Ja.
Dan is de vraag, dan loop ik even naar elkaar toe. Wat is het goede antwoord? Nou, we hebben een open. B. Antwoord B. Het totaal zit je kostte 575 euro. Ja. En ik heb hier een selectie al gemaakt van alle goede antwoorden B. En de eerste prijs die ik ga verloten is een motorcyclaar van 50 euro. En ja. Assistentie heb ik nodig, mevrouw. Ik zie u. Zou mij willen helpen, assisteren met de eerste prijs te trekken? Dat wil zeggen de prijs van 50 euro. Dat is geworden, dat zal ik voorlezen, mevrouw Mazen uit Koopwijkerbroek. Jan van Heijdenstraat, mevrouw Mazen. Van harte gefeliciteerd, want ik ben de winnaar van 50 euro. Is gewonnen. 50 euro gewonnen door Caroline Opschoor uit Ede. En wie stond er dan aanwezig? Kijk eens. Bedankt. Wie die had prachtig een keer een filmpje gebruiken. Nou, dat weet ik niet. Maar dat is wel, mevrouw, kan lange voeren 121 uit het Barneveld. Wat aan het passen is. Ah, geweldig. Ik was net aan het passen. Nou, dat komt heel goed uit. Hartelijk gefeliciteerd, 75 euro is voor u. Dankjewel. Veel plezier erbij. Ja, dat is allemaal lukken. Dat is allemaal lukken, ja. Nou, dat gaat goed. Hoor hem door. Hier geworden. Op de onderkant. Mevrouw Dinsdag. Lijstenaar. Ja, Lijstenaar uit Hoogveen. Mevrouw Lijstenaar uit Hoogveen. Maar mag jou feliciteren, want jij bent vandaag jarig uit Hoogveen, hè? Van harte gefeliciteerd trouwens. En je nichtje is ook blij, denk ik. Heel leuk. Is je nichtje alleen? Nee, die is het niet. Die is het niet. Nou, nee. Dat zou ik voor. Van harte gefeliciteerd. Die is een hele fijne avond.